Focus alsjeblieft die Petro erin. Petro op C, die moet gefocust worden. Ja. Anders verliezen we de cap. Check. Wat wil je, Gray? Petro op C. Onderweg. Petro, die zit in de fik. Gelijk brand nog. Ja, brand nog. Als je de Petro op C kunt spotten, dan kan ik hem gewoon heel de tijd resetten. Yo. Ik ga met je meedoen. Ik beweeg naar midden. Kijk, wanneer je die ziet. Het stelt en uit. Ja, oké, okay, niks. Trouwens, Bram, kijk uit. Ik ga bij de carrière liggen en focus op Petro. Check. Ik heb zometeen nog Petro achterop. Tim, ik heb zometeen alleen nog even. Oh, netjes. Ik heb even een minuut nodig voor een extra heal zometeen. Helemaal prima. Ik heb nergens problemen mee. Ik ben safe. Oh nee, Montana Shells. Fuck mij. Ja, torpedo's Willem. Great torpedo's, Petro's, add PNS. Check, ja. check. Thanks. Wat is dit van RNG van die vent? Als we die Petro eruit hebben, winnen we op 1 cap. Ik ga mijn reload booster nu activeren op hem, ja? Oké, flying op de Petro. Yep. Nice. Ja, doe de reload booster. Repair. Petro repair. Huh? Petro gaat achteruit. Petro gaat achteruit. Hier komt even. Willem had beter die cap geblokt, denk ik. Moeten we raken nou weer alle caps kwijt? Alpha vanwege de Holland en die andere vanwege. C raken we niet kwijt. C, Petro. Burma fire. Zin. Yep, mijn shots zijn onderweg. Petro is dood. Mooi. Yes, lekker. Oké, dan kunnen we weer wat aan gaan doen. En laten we wel. 4 minuten. Ik kan wat tegen die Montana doen. Kunnen we die Montana focussen? Oh, ik drijf wat zijn die shells aankomen. Niet op mij. Oh, wacht. Nee, shells zijn naar binnen. Dat is mooi. Ja, Montana over een match, Manny. Dus dat boeit niet. Nee, maar jij hebt wat meer health. Oké, boys. Als ik spot kan worden, dan kan ik... Jongens, ik heb AA support nodig als het gaat. Focus de Montana. Roger. Ja. Defensive staat op. Zijn er nog maar twee. Nog één. Hij heeft er één gekocht. Focus die Montana. Ik heb AP op zijn broadside. Alan trouwens ook, maar... Ik heb nog een minuut nodig, dan heb ik nog één heal. Of nee, ik heb nog twee heals trouwens. Nou, gewoon niemand. 2 minuten en we winnen. Please houd hem op de next spot. Kan ik niet, ik moet heel. Wat is het over een minuut en 2? Oh ja, je kunt Bravo gaan cappen als je wilt, Willem. Ja, dat ben ik nou knap, ja. Dat dacht ik ook. Montana damage kon. Ja, die Montana moeten we hebben. Mm-hmm. Maar hoe draait hij? Hoe beweegt hij? Hij gaat gewoon op ons af. Naar links. Oké. Fuck it. Ik ga gewoon... Nu niet meer. Hij draait rechts. Permafire op Montana. Dubbel permafire op Montana. Hij draait volledig links nu. Hij is er geweest. Ja, hij doorst mijn bommers. Ik zit hem bij. Ik mis mijn bommen. Ik aim op de Holland. Ik heb nog shots. Ik op de Montana. Montana is sowieso dood, boys. Heerlijk. 30 seconden. Jeet. Ed, was dat net jouw radar? Nee. Kun je radar gooien? Dank je. Ja, hij staat op. Heel goed. Oh kut, ik ben er bijna geweest. 15 seconden. Ed, ja, we moeten die Holland eruit halen. Ja. We moeten niet per se, maar Ed moet niet dood. GG. Jee! Yes. Lekker! We zitten in de struggle, huppatee! No pressure, boys. Wat een autist is die Bram, zeg. Oh! Ah. Hoe raken we alle caps kwijt? Bram's antwoord, de Holland in A en de Petro in C. Ja! Goed gedaan, jongens. Ik mis, ja. Nou, we gaan er gewoon vanuit dat we nu 3 potjes verliezen, dan kan het alleen maar meevallen. Ja. Hebben we hier TL tegen gespeeld? Ja, ja. Yep. Oké, ontjetst. Same shit, different side, hè? Ja, bij de Hindi's naar C, bij de Petro's op A. Ik ga iets meer mee naar A toe. Gaat de Holland helpen met C of gaat de Holland meteen naar A? Holland eerst C. Oké. The usual stuff. Ja, dat was Islands of Ice voor een keer. Lekker bezig, boys. Ja, hé. Ja. Reven heeft het verpest. Hij heeft het gejinxed. Reven. We gaan hem verliezen. Ik ben alweer dag, sterf. Zijn klaar? Ja, check.
twee keer Goliath weer. Ja, ik weet te snel dat we een Goliath eruit hebben, heb ik. Ja, het is heel fijn als we die zien, inderdaad. Man. Liever dan... Oh, sorry. Is goed zo. There come the airplanes. Ja, gelukkig kan ik ze weer zien op de minimap. Die ene game kon ik het niet zien, was heel raar. Ja, nog sowieso veel planes en bugs. Oké, dubbele Goliath deze kant op. Holland gaat naar Holland ook. Goeie intel. Shots uit op de Goliath. Ja, ik hou de twee Goliaths gespot. Kijk, ik heb geschoten op die Katigiri. Dit Katigiri. Katilgan. Ik ga mee in de cap gaan. Ik ga even AP switchen. Kijken of ik. Kunnen jullie die Katilgan resetten? Yep, ik heb shots al uit. Eerste weer mis. Alles van deze kant uit. Moet ik hem resetten, de Katalgan? Ja, denk het wel. Ik kan niet zelf schaken. Ik denk dat ik nu reset heb. Ah, ik denk hem. Ja. Reset. 3 resets. Netjes. Boys, kappen met alle 4 turrets tegelijkertijd. 2 turrets, 6 seconden wachten of 3, 2 turrets. Dan heb je de helft van je reload de hele tijd. Oh, zitten er dan? Ik heb de defensive samen. Nice. Ik schiet ze afzonderlijk, zodat ik een beetje op verschillende plekken kan schieten. Ja, dat ze zo, maar de reload... Ze zijn nu even dark. 2 turrets om de 3 seconden hebt. Ga ik uit dat ik spots kan krijgen. Ik denk niet dat ik snel genoeg ben. Nee, maar Bram is op de weg. A wordt gekept, boys. Ja, geen red range. Ik ook niet. Ik zeg maar uit voor die torpedo's. Oké, guns op de live day. Yep. Check. Live day. Nee, is het jullie Katalgan? Ja, ik heb schoten uit op Katalgan. Oeh, nee, ik ga te laat, jammer. Fuck. Ik heb de resets wel, ik heb de... Fire op Goliath, die Katalgan. Oké, ik heb geen range meer. We kunnen ook pushen op die Goliath. Nee, gewoon in de cap flikken daar, dat geen radar hebben. Nee, hun hebben nu 2 caps, dus hun kunnen nu heel makkelijk hun kracht verdelen. Oké, waar wil je maar heen hebben dan? Er ligt 2 kilometer bij af. Kut. Dat weet ik even niet. Ja, het kan op zich wel anders. Ik heb een BNS pushen. Weer pushen. Ze hebben daar geen radar op weer. Cycloon komt erin. Nee, dat is waar. Willem, wij komen pushen. Gaan jullie maar pushen dan? Ik ga Willem ook naar BNS sturen. Ik ga met Constijn en Ed wel iets meer druk zetten op A. Yes. Oh. Drop zit. Willem, kijk uit dat deze gast niet is gereversed. Shit, ik ga een beetje pakken. Ik ben located trouwens, dus de Holland komt deze kant nog. Ja. Bram, als je kunt, blijf even helpen op die Goliath om die weg te pushen van de cap, zodat Willem erin kan. Ja, Roger, onderweg. Ik heb mijn guns op rechts, BNS. Oké, ik op links. Ik zit er wel op in. Wat gaan onze Petro's doen? Gaan die doorduwen naar dit eiland? Gaan ze beter duwen. Ik ben eventjes op weg. Die Cyclone is begonnen, dus... Ja, die zit erin. Oké. Holland ligt volgens mij dichter bij... Ik ben located. Ja, yes, die, gaat hij door het midden, ja. Oké, dan gaan we... Come on, kom maar, net op. Yes, vol gas, ik verwacht dat hier ook nog een petrol ligt. Kans schuilt, het is die achterste geweest. Oh, heeft hij... Oh, heeft hij de tekst. Bear seal, focus. Ik ben located nu, hij komt deze kant op, Bram. Yes. Okay. Verwacht hem hier ergens is. Zou jij hem kunnen spotten? Ik heb geen spots op de code.
ben niet gespot en mijn spotting range is begin van deze twee. Ik ben ook niet gespot hoor nu. Maar ik ben wel located, dus. Ik ga kijken wat je doet. Ik krijg hier dorps. Die komen eigenlijk. Die ook al eerst binnen? Dat ik heb. Ik denk dat hij hier ligt. Hij ligt trouwens broadside als je AP kunt laden. Nee, want ik ben niet gespot. Hij vaart achteruit, gaat nu steeds erg, nou vooruit. Kree, ik denk dat hij ligt hier niet hoor, want anders waren wij gezien hier. Ja, nee, ik snap het maar. Ah. Nee, hij is uit de cap in ieder geval. Nee, ik ben nu gespot. In Petro, Thunder op broadside. Thunder op broadside. Fire. Defensive setup. Oké, okay. Top. Nou, hij is naar mij op zoek. Hij gaat voor dingen. Die Catogan heeft gedamaged kant. Wat is er? Had ik nou maar legendary. Die gaan we focussen, die Thunderer. Ja, dat is eens waar ik even bij ken. En goed, fatsoen. Oh, Holland! Fire op Goliath. Oh, dat is goed, oké. Hop. Nice. Ik stop hier weer even met pushen. Ik heb nee, shit. Jongens, ik ga HE pompen op die Thunderer nu. Ja, we gaan niet door op Willem. Slag. Allemaal mis. Right. Te ver. Oh, Holland is op mij aan het schieten, ik ga vooruit. Ik ga het helpen weer op A. Laten we een beetje. Nee, lief proberen. Wat kan ik doen op B dan? Goliath tegen B fucking 8. Kom aan. Hoeveel health? 12. 12 en 30. Fire op de Thunderer. Tops. Shit, hoe ver gaan die? 10. Focus de hard, hij heeft pas geheeld. Oké. Oké jongens, ik ga iets gewaagd. Ik wil mijn defensive aan. Ja, oké. Hey? Weet je zeker, Kern? Ja. Ik heb een fire op Barry Seal. Hoi. Hij heeft damage komt. Kunnen jullie die Vader onder druk zetten, dat hij oproepelt? Yes. Vader? Ja. BNS, pas op voor de turps die van links komen. Oh my god, Carrier, please. Ik zit in de cap. Bad luck confirmed. Ja, inderdaad. Heel bad luck. Ik ben dood zelfs. Oké, die is weg. Nice. Ja, deze is ook dood. Oh, niet janker, BNS. Let's go. Ho, Constijn, pas op hè, voor die Petro links. Ja, ik weet het. Willem, ik laat jou gewoon cappen en ik reverse zelf. Twee tops op de Goliath en damage con. Ik heb wel defensive nodig. En fuck, dat zijn tops. Oh! Nice! Hoppatee! Lekker man. Oké. I'm fine. Te weinig de AA van Tim. Ik heb helaas geen defensive meer. Nee, maar gelukkig. Ik moet mijn jasje wordt weggehaald. Ik ga gewoon weg. En het is gone. Tim, jij moet bij me komen, hè? Ja, kom maar aan. Welke is lager, Petro Thunderen? Petro. Ik zat nog in de reverse motion. Maar je zou mij het meeste helpen als je die buitenste pakt. Want die Petro en deze twee liggen te dicht bij elkaar. Deze is redelijk singled. Ja, je hebt gelijk. Zolang die Holland blijft schieten, is alles goed. Maar je hebt nu 18 seconden nog. Petro damage kan. Twee daar. Pas wel op voor die turrets. Ja, dat moet niet liggen. Maar die heeft hij op mij gedropt waarschijnlijk. Ik lig nu mooi in het cappie. Heb je defensive, Tim? 9. Ed, we gaan aan deze kant liggen en ook met deze help. Wel. Yes. Ik wil even oppassen, die Tinder komt ook weer terug, hè, trouwens. Ja, Alan wil toch. Maar die Fati moet er even uit, die Demir was. Want ik ben deze trade wel aan het verliezen momenteel. Kijk, ik help je. We gaan gewoon weer terug. Ja, ik ga je neus in en reverse. Oh. Ja. Petro. Top hit op Holland. Nice. Oeh. Is hij nog aan het fladden? Het zou best kunnen zijn dat hij flat. Ja. Ja. Hij heeft iets gedamaged kant wat ik kapot heb gemaakt. Fuck. Torps. Ja. 1 set, 2 sets, beide sets. Oh, ik moet bewegen, kut. Bram, ik blijf hem HE spammen, ja? Ik lig bij je, Tim, voor AA. Oké, ik moet alleen even draaien. Mijn defense is op. Draai nu gewoon weg, Tim. Goeie hit krijg je. Later 3 secondes, nou niet meer. Alle 3 hits, flooding. Okay, ik top 8 hits, Tim. Ik ga naar links varen en uitvaren. Nee, dat trouwens, shit. Nee, Petro. Ik moet AP geladen hoor, Bram. Want hij heeft geen fire nu. Oh, die Petro is aan het reversen. Misschien kan ik het wel doen. Ik heb shots op, Fetty. Nee, flooding loopt nog. Ja, dat wel, maar ik heb geen... ik switch nu naar AP.
Oké, Want die Thunder erdoor doet zo. Tim, pas op, want die Halland gaat al gereload hebben waarschijnlijk. Tim, ik zet defensive al aan als je komt. Defensive up. Jongens, ik ben dood. Ja. Okay. Die Vati is aan het bijhealen. Geen citadels. Zijn er tot twee? Ja. Het zijn er twee, oké. Flooding. Ik moet alleen dit hoekje zien te halen. Oké, Halland is nu op mij aan het aimen. Okay. Jongens, ik ben dood. Ik ben dood. Yes. Nee, ik ben niet dood! Kom op! Nee! Alsjeblieft jongens, ik heb 1200 health. Reload! Succes Willem. Schoten uit op die Petro. Oh shit, Halland is naar boven gedraaid. Halland is naar boven gedraaid. Yes! Ja. Hij mist mij. Oké, Thunderen next. Ja, trouwens, mist hij mij. Ja, focus die Thunderen, die is lekker overextended. Tim, ga je weer hier naartoe gaan draaien zo meteen om het eiland heen? Oh, wat fucking lekker dit. Momentje hoor, wacht even. Kut, daar is hij, help. Ik ben Torps aan het dodgen, man. Gewoon wegwezen, Willem, Tim kan u niet helpen. Nee, ik kan niet helpen, man. Willem kan niet dark. Oké, we zijn Willem kwijt. Nee, maar kan me wel uit, TPM'en. Ik kom eraan, man. Ik heb een defensive hiervoor. Ik kom eraan, Willem. Als je zou kunnen traden, dan zou dat alleen maar mooi zijn, man. Ja, maar ik heb een veel minder HP dan hem. Come on, kill the good lanes. Ja, dat zie ik. Hoppatee, 2 sets. Oh, 400 hit points. Willem, what the fuck? Oh, lekker Willem. Oh, Willem, ja! En nog een tolpokerpiet op de Petro. Nice! Heerlijk, prima, lekker man. Goeie tijd. Die Petro, 6k trouwens, jongens. Holy shit, hij man. Hij is wel bij healen. Ah, Constijn die gaat hem zo oppakken. Was voor je rug, Willem. Die engel. Wat hebben we dit weer ongelooflijk goed gespeeld. Shh. En dat met een afwijking het is toch, van het dingen van het land. Dat is omdat we even een beweegje jacht. Fire. Op de Petro. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Lekker man. Net voordat ik dood ging. Ik denk het mooiste van deze pot was die twee Goliaths aan het eind. Twee zitten als op de ene Goliath. 20k. Ik ben wel dan. Ja, prima. 42 seconden. Aan het eind, dat was zoiets van de pot. What the fuck was dat, man? Als die battle ik zit er ook naar reclame. Godver. Hey jongens, ook al loopt die battle. En ook al winnen we hem, hè, hou gewoon even je mond tot daarna, weet je wel. Ja, sorry. Ja, het is inderdaad dat een later een ding. Voor de jongens die niet meespelen. Oh, oké. Okay. Holy shit. Ik bedoel, ik deel jullie enthousiasme, maar. Zie de CV daar op A4 liggen. Oh, is een man. Ja, en dan had die CV echt een 30k salvo op mij. Dus. Ja, hij vond ons heel leuk. Go figure hoe goed dat was. Oh, shame on you, Holland. Shame on you. Staat ik er niet even op gegokt. Ik kan ook een smallet en Halland heel moeilijk permanent gespot houden, want als ze een AI gunners uitzetten, kan ik ze niet zien. En als ze AI gunners aanzetten, heb ik neergeschoten. Spelen we door? Of, ja, tuurlijk. Tuurlijk. 100%. Nou, daar zit een smile en we hebben net verloren. Dit had op 4-5 plekken heel anders kunnen gaan. Maar ja, dat is gewoon 3k hitpoints op die smallet en dan hebben we gewonnen. Ja. weet je wat het is? Die push op zee gaat ook net even niet helemaal geweldig, weet je wel. Ja, die ging niet lekker. Als het net goed valt, dan win je hem gewoon keihard. Ja, inderdaad. Ik bedoel, dus, hun goede RNG van 0 tot 10 was letterlijk een 9 of mij. Nou ja. En die smalant die levens. Ik denk altijd, als je met van die top clans zo dichtbij zit, doe je het dan goed genoeg. Dan win je het de volgende keer wel. We hielden ze zo lang tegen met die cap. No cap. Of... Oh, hey! Facey. Hindi's B. Petro's. Mag ik 2.5k dubloon geven aan degene die feestje geldt op hun team? Ja hoor. Tuurlijk. Dus we doen een push door de 5-lijn en gaan voor feestje.
Ja. 5000 bloemen voor iedereen. Ik dan Bravo? Ja. Cyclone. In principe, dit is een Bravo team. Ja, dat staat ook tweede in Europa, dus. Maar dit is een minder goede no-cap officieel, toch? Ja, ja, dit is een minder goede no-cap. Kan het fucking groeien? Ze moeten toch nog winnen. Eén fout en we verliezen alsnog. Precies. Gewoon spelen. Petro. Oh, ja. Ik weet alleen niet of we op deze kant ook de eilandje in A kunnen stemmen. Maakt niet uit. Ik gooi defensive A wel uit. Ja, nee, kunnen we niet binnen. Als je voorbij het grote eiland zit wel. Als je tussen deze twee in gaat zitten. Ja, dat verteren we ook. Wat shots op de Thunder, Greg. Ga ik er ook Bijna. Ik kan hem niet goed zien door het eiland. Ik denk dat de fighter er weer bij gezet is. Ja, heb ik die erbij gelegd. In ieder geval shots out. Hij schiet op de B-zijde, jongens. Thunderer. Ja, dat zijn shots op mij. Hij mist. Dat is mooi. Maar hou er rekening mee dat hij blijft schieten. Feest is gewoon simpelweg aan het spotten voor ze, voor de reset. Mm-hmm. Ja, ik ga de cap gewoon niet in. Nee, daar heb je Willem voor. Ik heb eigenlijk geen zin om hier mijn defensie voor te gebruiken. Ik wel. Haaland. Yes. Jongens, focus Haaland. Focus Haaland. Op random. Voor de spots. Yes. Twee sits op de Thunder. Nice. Focus op. BNS, hij wilde waarschijnlijk voor ons gaan. Ja. Trouwens, gaan wij niet voor de resets op C? Nee. We hebben de cap lead. We moeten reset. Geen spot. Geen spotter. We hebben de cap lead. Ja, ik heb op de Petro geschoten met een beetje geluk. Thunder in de fake. Ja, maar we hebben die spotter nodig voor op achter de talentje te schieten. Oh, zo, sorry. My bad. Ik was toch te laat. Ga je fighters aanhaken, denk je? Ja. Wonderbaarlijk genoeg. 5 seconden radar op Alpha. Momento. Helft van de bombers gaat er weg. Er is die. Shots, please. Oké. Shots up. Goeie. Ik heb geen shots meer. Might eat the Torp. Ja. Nee, radar heb gelopen in 5 seconden. Torp it. Nice. Red flooding? Nee. Hij heeft wel gedamaged control, hij had een fire. Ik zie hem niet, heeft iemand radar? Het. Nee, ik ben te ver. Ik ga mijn spotten. Oh, gebruiken. Ik heb een fire op hem en 3 resets. Lekker. Ik ga achter dat eilandje blijven liggen, top. Just what I wanted. BNS, ik push even naar het eiland hier voor ons. Ja. Ah, wij kunnen er niet op schieten. Ah, dat eiland is veel dikker. Kom op de planes. Komt fire. Radar. Fire radar, komt ie. Defensive float. Niet zo erg als hij de cap heb. Haaland. Mag de cap hebben. Nee, mag hem niet hebben. Het liefste niet, maar. Dus geen katastrofale rampen die wel hebben, bedoel ik. Fuck. Nou, ik kan er zo meteen gewoon in. Probeer om te draaien, Tim. Oké. Okay. Dan gaan we reverse. Mm-hmm. Roosevelt komt erin. Holy shit, die is er diep. Oh, 6k op Haaland. Ja, pak hem. Nee. Hij komt terug. Show yourself, you punk ass motherfucker. Even, die Roosevelt zit fucking diep. Ja, dan komt hij. Dan gaan we Haaland. Hallo, RNG. Hij gaat dart, denk ik. Ja, hij gaat dart. Ja, mag. Kut. Ja. Jij kan hem helemaal niet meer spotten nu? Nee, een momentje, ik ben er bijna. Constantje, jij radar? Nee, 15 seconden. Oké, okay, ik hou voor een minuut weer. Ik ben gespot, BNS is gespot, Tim. Oké, ik en niet. Ja, maar ik heb 14 kilometer. Kunnen Roosevelt niet torpen, Willem? Ja, 20 seconden. Ik Daar zit ie.
Probeer trouwens gewoon uit zijn detectie te gaan. Ik kan namelijk op de Roosevelt schieten vanaf hier. Misschien kun jij er ook aan mee helpen, BNS, als je in de detectie bent. Eén salvo heb je maar. Ja, salvo is dat. Voor mij gaat het compleet mis. Ik kan hem op deze range niet goed raken. Okay. Ik ben op de Roosevelt aan het schieten. Fuck, geen range meer. Oeh, Roosevelt gaat veel. Als je hier bij mij komt, lekker wel. Maar niet zo veel uit Facey's Torp zijn. Lekker. Heel goed, heel goed. Ik pak er 2 op mijn raid, en that's it. Is een dom idee om... Hij blijft stilweg, Facey. Wij moeten eerst dicht bij gaan en die petrol switch wegkrijgen, Ed. Ja, hier zo. Ik ben Willem de cabin. Oh, ik ben... Wil je dat cabin gaan of de Roosevelt top? Een spot. Want ik hoor daar 3 verschillende dingen. Ik kan niemand op schieten op die Roosevelt. Nee, ik kan er niet op schieten, hij is niet in range. Nee, laat hem maar dan. Oh. Kom staan recht voor je neus. Ja, ik heb het gezien. Lekker, dankjewel RNG. Maar ik heb wel de hele tijd die Roosevelt planes op me, dus ik kan toch eigenlijk geen ene fuck momenteel. Oké. Okay. Als je er gewoon naar achter gaat en torpedo cent naar VC, dan... Ik heb 1 fire op die linkse petro penis. Ga voor die Karel. 3 torps op Freddy, of op Roosevelt. Check. Okay. Met flat, met Pamba flat. Wat de hel? Ja, ik had een fire op hem. Misschien daar. Lekker. Shit, hij is okay. Slecht met likken, Facey. Health van Roosevelt? 39 en dalend. Oké, okay, dan ga ik hem strijken. Als jij nog wat torps zendt. Ik kan niet daarop schieten, ja. Benes. Dan kon je misschien nog wat shots. Dat is oké. Gaat Facey naar achter of ligt hij nog steeds stil? Achter. Ja, achteruit, heel langzaam. Dat is mooi, want dat komt zijn flooding niet ten goede. Flooding is al gestopt. Oké. Die staat goed in de fik. Ja, maar we hebben net wil je dat ik wat meer jouw kant op kom? Tundra ligt heel diep ook. Oh, ik heb shots op Tundra. Momentje. Iedereen shots op Tundra? Nou, focussen we de Tundra. Het is wel via de minimap, maar... Ik zie Facey. Oh, kijk, schiet op Facey. Ik ga zeker Facey schieten. Daar is de petrol weer. Fik op Facey. Lekker. De DCP is down, dus we kunnen hem heel goed afbranden nu. Facey heeft me gewoon wat lust strijken. Nog een dubbele fire op Facey, de sperma. En ik heb 2 citadels. Ik heb torps. Als ik weer op de linker aan het schieten. Hij heeft een damage op hem. Ik ben op de linker aan het schieten, 1 fire. Ja, ik heb de linker is me niet gezien. Oh, oké. Okay. Nee. Kun jij nog schieten, Kree? Ja, ik kan. Ik moet nu aan het reloaden. Het als je dark kunt gaan, doe maar gewoon. Wat is health van Facey? Uit mijn top range, ik ga voor de cap. Ja, doe maar. Gray, wat is health van een carry? 4900. 4900, oké, dan kan ik hem afmaken. Dit wordt een pure blind fire voor mij. You can do it. Raak. Nog een paar keer raak, geen fire. Ik kan hem afmaken. Benes, ik ga je proberen te helpen met die petro momentje. Ja, die petro. Ik moet naar voren, want die Ja, doe maar. Ik heb hem. Ik heb een fire op de tundra, jongens. Yes. Nou, Holland ligt hier, ja, gaat zeker voor de cap. Damage con. Yes, tundra. Lekker. Lekkere torp dodge weer, Kree. Constijn, gaan wij een beetje naar boven toe tot dit eiland hier? Oké. Okay. Ja, en dan gaan we voor deze, dus gaan aan de linkerkant liggen. Yes, ik heb nog 500 meter binnen. Oké, ik heb nog 500 meter. Jongens, je kunt crossfires vormen. Je moet niet meer vlak bij elkaar blijven liggen. Check. Juist, ja. Ik zit hier tussen een boel radars in. Check, maar ik... Petro, deze moet er als eerste uit, boys. Die er eerste uit, oké. Het komt erbij. Ik zal voor shot zorgen op die. Ja, Ed, als jij de linker gewoon pakt. Ja, ik pak die Karel 25, is het? Ja. Ik help jou met die fleet repair ship Kamchatka dinges. Homo. Thunder had net ook 3 citadels gegeten. Goed, mooi, want dan ga ik nou gewoon het eiland huggen. Check. Yep. Ed, ik heb kruisvuur op die korrel, gozer. Ja? Timmy helpt meer naar mij toe, hè? Nee, deze moet er eerst uit van Willem. Ja, ik zat te denken. Maar ik heb kruisvuur, daar kan ik het best op schieten. Ik zat te denken, misschien kan ik juist helpen met die Thunder killen. Hoeveel helft heeft die Thunder? Weet ik niet. 26. Ed, komen ze? Ik kan ervoor zorgen dat ik op die Tundra kan schieten. Want die Petro's komen te goed voor ons. Help dan op Tundra, dan ga ik wel airs in.
Het is maar 5k, Ed. Ik kan hem ook niet meer zien. Ja, dat maakt niet uit. Wordt geradacht. Check. Hij gaat achteruit, maar dat is het dan ook. Ik ga nu HE switchen. Ik lig zijn beat heel slecht voor die Thunderer. Disengage dan als je kan. Oh, trouwens. Daar is die Holland. Holland, ja. Ik wou al zeggen van mijn echte ding. Nee, doe maar gewoon die Petro. Geen shots op de Petro, hè? Dan moet je Holland schieten. Kun je die ten nee. spot houden? Je had toch shots op hem? Kan ik. Nee, hij ligt nu buiten spotting range. Cyclo. Die Thunder komt er wel in. Als we die kunnen afmaken, die had nog 19k. Ja. 17. Ik ben erop aan het schieten. Focus die. De Holland ligt er wel naast, dus dat wordt pittig voor mij. Ja, maar als je hem gewoon gespot houdt, is het goed. Dat kan. Hij moet echt letterlijk alleen gespot blijven. Ja, Willem zijn torps zien er goed uit. Flooding. Ja, lekker Willy. Holland ligt ernaast. Ja, Petro heeft dubbele permafire. Of nee, heeft hij geblust? Kijk hij stil of niet? Nee, hij gaat naar voren. Doe je op de Holland? Oh, radar op die Holland. De Petro. De Holland, geen idee wat die is. Ik ga trouwens even weggassen hier, want... Oh nee, Holland ligt niet in radar range. Nee, maar ik wil ook niet van achter gepakt worden door dat ding, dus ik ga er even vandoor. Ja, ik hou uw achterkant wel in de gaten. Bram, wat... Oh, ik ben detected. Holland is hier naartoe gepusht, man. Oké. Die kant op. Check. Willem, als jij radar nodig hebt, heb ik. Eén citadel. Fleet repair ship. Oké, okay, weer de caps. Daar is iedereen nog goed bij HP. Ik heb 30k nog tegen 2 petfors. 35k. Ik heb een fire op fleet repair ship. 1 minuut 50 als we die Petro eruit krijgen in de Holland. Zitten we goed? Ik ben op de Holland aan het schieten. Petro 6k. Ja, hij gaat de torp eten. Petro 1k, Petro is eruit. Tweede torp ook. Ja, lekker. Ik heb een dubbele fire op de Holland. Check. Damage call. Ik heb geen radar range op die Holland. Holland, ga ik spotten. Ik ga naar dit potje. Nog 3k op de Holland. Pissen zeg. Pissing with fire. Ik moet heel even wachten bij NS, die Holland is nog binnen 14 kilometer van mij. Ja, het is oké, maat. Kijk, nu ook die patrouille al. Ik kom nu teruggedraaid. Nee, het hoeft niet eens, Nee? Als het goed. Ja, mocht het zo zijn dat ze jou pushen, zeg maar. Ja, fire op de Holland. Ja. Trouwens, hoe zit het met die doubloons op Fezzy? Denk ik zeker niet. Ja. Oh, yes! Oh yes! Oh, die carrier van hem maakt echt een fout daar. Ik heb geen idee. Met zijn video. Ja. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. What you think that I can be? I'm the one at the sail. I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. You make me a believer. Nou, we hebben hem! Lekker jongens. We hebben hem. Purple bitches. Hoppatee. Ik zeg gewoon Grey. Het was dan wat Hey. Oh, ik ben wel dood trouwens. Ik pak de Ohio nu. Ja, ik ben ontschieten. We hebben hem. Wat een sessie jongens. Allee. Oh, okay.
Ongelooflijk! Maar we zeggen tegen iedereen, hè, ondanks het resultaat zo, houd tijdens de battle je mond dicht. Dus probeer er alsjeblieft niet doorheen te schreeuwen. Helemaal gelijk. Oké, dus iedereen die in de battle zit. Ja, ik zet er net uit, ik mag niks zeggen. Nou, pak eens dan. Heerlijk, dit. Heerlijk. Dit is heerlijk nu. Yes! Gefeliciteerd, jongens. Goed gedaan. Lekker om te plannen uit. Oh, kijk, Jordi. Maar even eerlijk, ik had nooit van mijn lange levensdagen verwacht dat we dit dag 1 zouden doen. Wat, hoe dan? Hoeveel winst hebben we vandaag? Wat is dit nou? Vorige keer ook dag 1 kunnen doen, maar iemand jongens. ik denk dat we aan 70 of 80% gespeeld hebben. Ja, zo dan. We hebben, ik kan me één los voorstellen van de 12 of zo. We hebben er 2 of 3 gehad. Hoppa, zit je wel op je moeder, kutsfeest. Maar met Bravo rating hebben we er maar 1 gehad, denk ik. Ja, fuck Bravo. Of, oh nee, Bravo is Hurricane. Bravo voor de win. Ja, zo is dat. Ik Hoppatee. Kom hier, kutding. Lekker, yes! Nee, fantastisch gedaan, man. Wat een prestatie, man. Gefeliciteerd. Ja, hoor. Daar is die. Ja, hoor. Paakstek, jongens. Paakstek. Oh ja, lekker! Ik moet natuurlijk weer doodgaan in deze game. Wat een reet ook vandaag. Ai.